De Zorgraad heeft een zwaar hoofd in besteding van de toegezegde 100 miljoen SAD voor de gezondheidszorg. Recent heeft de minister van Volksgezondheid aangegeven dat 100 miljoen SAD door de regering beschikbaar is gesteld voor de zorg. De voorzitter, Glynis Tjoningsu van de Zorgraad, gaf op een vandaag gehouden openbare vergadering aan dat het nergens duidelijk naar voren is gebracht hoe dit geld besteed zal worden. We hopen dat deze middelen structureel aangewend zullen worden. En we weten in ieder geval met gesprekken met diverse groepen dat het voor met name de verpleegkundigen en de medicijnenvoorziening zeer nemend is. De openbare vergadering van de Zorgraad had tot doel een kritische bijdrage te leveren met betrekking tot de naleving van de wet Nationale Basiszorgverzekering. Tjoningsu geeft aan dat er geen nieuw plan geschreven hoeft te worden. De wet is duidelijk genoeg. Ze wijst er ook op dat de basiszorgverzekering een zelfvoorzienend systeem moet zijn. Het plan is er al, de wet is er, de wet moet nageleefd worden. En we hopen van harte dat vandaag de dag is. Dat we andere boers kunnen instaan en kunnen zien, niet iedere keer het schrijven van een nieuw plan, het instellen van een nieuwe autoriteit, dat dan alles gaat veranderen. Blijf met wat je hebt en kijk wat je daarvan kan maken. Er moet een marktconforme premie zijn en er moet geen open-eind financiering zijn. Hij praat over herziening van de omvang van het zorgpakket en de premie moet berekend worden met verschillende parameters. Hij praat ook over een procentuele premie die gestort moet worden in een medisch solidariteitsfonds. De tarieven zouden vastgesteld moeten worden en hij verwijst naar een tarievenraad. En nogmaals, ook daar zou de zorgautoriteit een belangrijke rol spelen met een toezicht op declaratie door verzekeraars en dataverzameling van zorgverzekerden. En overige punten die hij heeft aangenomen in zijn plan. Dat zijn de ziekenhuisbedden die zouden gereduceerd moeten worden. Hij geeft aan dat er een onevenwichtige beloningsstructuur is. En dat het doel van de eerste lijn zorg dat er gekeken moet worden naar de spreiding van het vestigingsbeleid. De openbare vergadering van de Zorgraad is gehouden omdat zaken binnen de zorgsector niet naar tevredenheid verlopen. De vergadering is gehouden in de ballroom van het Lalaroek-gebouw.